Sunweb TV heeft vandaag een gesprek gehad met een Keriaanse mediaman Monas Nasrali. Enkele weken geleden maakte Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOB, bekend dat de heer Nasrali op de lijst van ABOB zal voorkomen. We vroegen aan Nasrali hoe dit allemaal is begonnen. Inderdaad, met deze informatie heeft hij zowel vriend als vijand verrast op de structurenmeeting van zaterdag 15 juni. Jongsleden in het partijcentrum. Als laatste spreker, de voorzitter van ABOB, Ronnie Brunswijk, die kwam aan het woord en daarbij zocht hij publiekelijk naar Monas en heeft bekendgemaakt, laten weten, Monas PPP-mopede, UE contra Paleis. Dus hij heeft zowel Monas als het publiek verrast met die opmerking. Hoe is het allemaal gestart? Wist u dat u op de lijst zou komen? Nee, helemaal niet. Een jaar terug heb ik mijn intrede gedaan bij de ABOB om de partij gewoon te ondersteunen. Het is mij nimmer gevraagd om op de lijst te komen. En omgekeerd ook, Monas heeft nooit gevraagd om kandidaat te worden van de partij. Zeer waarschijnlijk heeft de voorzitter wat gezien in mij en de man heeft het publiekelijk gebroadcast. Na de broadcast heb ik toch een paar prominenten van ABOB'ers achteraf gevraagd, de voorzitter heeft mij publiekelijk doorgegeven dat ik op de lijst kom. En enkele prominenten hebben laten doorschemeren van, ik was al lang onder schen geplaatst. Ja, maar waarom heeft u voor de ABOB gekozen? Ja, een heel goede vraag waarom ik voor de ABOB heb gekozen. Een beetje terugblik in de geschiedenis. Ik vanaf 1986... heb ik de NDP ondersteund, 27 jaar lang. En vanwege de houding van de heer Abraham binnen de partij jegens de heer Doekie ben ik 180 graden gedraaid. En kort voor de verkiezing ben ik opdracht van de heer Doekie, de persoon van Nisa Jackery, gaan ondersteunen. Ze heeft het gehaald. En ABOB ben ik gaan ondersteunen, denk ik te ondersteunen. Enkel en alleen vanwege hun Hun doel, de sociale kracht. Een partij met een hart voor de sociaal zwakkeren. Een partij die niet kijkt naar ras, geloof, etniciteit of wie dan ook. Een partij die eigenlijk hart heeft voor sociaal zwakkeren. En ik ben toevallig een heel sociaal bewogen mens in het district. Dus mijn intentie, mijn voornemens, die rijmen heel goed met ABOB. Vandaar dat ik voor de ABOB heb gekozen. En wat is uw doel met de partij? Doel van de partij, ik zal niet op de podium gaan schreeuwen, we gaan wegen bouwen of bruggen bouwen of we gaan Suriname vooruitbrengen. Mijn intrede bij de partij wil ik echt wat sociaal betekenen voor de kleine man van Nikeri. En ik heb dan ook al mijn slogan bedacht van de Monas volk van het arme volk. Ja, hebben we horen verschillende opinies van wat de ABOB voor het district Nikeri betekent. Hoe reageert u? Hoe kijkt u hierna? Kijk, opinie. Wanneer bijvoorbeeld partij A een opinie gaat niet doen, dan is het altijd ten voordele van partij A. Doet dan partij B, dan is het ten voordele van partij B. Maar we weten dat ABOB is begonnen diep in de jungle van Suriname, als ik het zo tussen aanhalingsteken mag zeggen. ABOB is begonnen bij de binnenlandbewoners. En nu heeft ABOB zijn vleugels kunnen vertrekken tot in alle lagen van de bevolking, alle districten. En traditioneel misschien kan gezegd worden van één keer in een WAP-district. Maar dit wil ABOB doorprikken. Dat ze ook wat gaan betekenen, al hebben betekend voor de mensen van het district Nikeri. Als we denken richting personeelszaken, problematiek, mensen met een basiskaart, mensen met een koopkracht. Dus ze willen eigenlijk ABOB, een partij die begonnen is in het binnenland en nu landelijk opereert. Dus ze willen toch heel veel gaan betekenen voor het district Nikeri. Ja, als ABOB'er, ziet u de ABOB samenwerken na de volgende verkiezingen? Of zegt u van nee, ze kunnen zelfstandig alleen de regeermacht vormen? Kijk, ABOB heeft alles behalve egoïsme. En ABOB wil niet alleen in de regeermacht zitten. ABOB focust niet naar 34 zetels. ABOB zegt altijd, samen moeten wij het land gaan opbouwen. Met welke partij samenwerking zal worden gevraagd? Dat is nog niet ter discussie.
Maar de visie van ABAP is, wij gaan samenwerken om Suriname te brengen naar betere hoogte. Ja, wat is uw boodschap en oproep naar de gemeenschap, meneer Moenis? Ja, een boodschap, een oproep naar de gemeenschap. Ga niet met emoties stemmen. Ga met uw verstand een partij joinen. Kijk niet naar een partij die op u lijkt, maar kijk naar een partij die algemeen de doelen van het Surinaams volk realiseert.